voordat je deze video kijkt, zal ik toch even wel zeggen: neem deze video niet serieus. Ciao. Yo mensen, welkom terug in deze nieuwe video. En in deze video spelen we in de map van Aiori. En ja, map download 300 is uitgekomen. En ik dacht, ik wil direct al wat aanpassingen doen in zijn map. Dus ja, we gaan eraan beginnen, zou ik zeggen. Dus ik dacht om aan de kerk te beginnen. En ja. Allahu Akbar! Wordt hem niet. Omdat ik de basis van Jordi ja, eigenlijk niet zo mooi vond, heb ik een nieuw huisje voor hem gemaakt. Dus dit is van Jordi, dus jouw huisje. En iedereen niet het lezen op de kleine piemel. Ja. En ja, dit is een nieuwe mine. Ik zou zeggen, echt geweldig. En, kijk eens, ik heb super goede spullen in die kist gestoken. Echt waar. We zullen nu naar de volgende aanpassing gaan. Dit is mijn volgende aanpassing. Oppassen, hè. Ja, ja. Dus. David. De volgende aanpassing. Wat er nog, dus effectief nog niet op de boot was, heb ik nu toegevoegd. Dat is een beeld. Op de voorkant, ik weet niet hoe het noemt, maar het is zoiets. En ik heb ook nieuwe zeilen gehangen, extra geel natuurlijk. En ja, ik vind ze echt wel mooi hoor. Ja, echt mooi. Ze lijken op, ja, niet te geloven. Ik was gewoon naar de molen aan het lopen, omdat ik die ook wil aanpassen. En kijk wat hier groeit in het veld. Er groeien gewoon lullen. What the fuck? Dat is fucking awesome! Eindelijk ben ik klaar met de windmolen. Ik bedoel, ik heb er een special touch om gegeven. En omdat je bijna overal ja, witte piemels zijn, dacht ik, is het misschien wel leuk om een zwarte piemel te maken. Dus dit is een soort van nieuwe windmolen, als je het zo kunt noemen. En ja, ik heb hier een viertje ook een beetje aangevuld. Het is alleen wel niet zo goed gedaan. Zoals je ziet. Oeps, oei. Ja, dat is al. Dat vind ik wel een stuk beter eigenlijk. En ja, voor het af te maken natuurlijk. En ja, wat zou ik nog kunnen aanpassen aan die map? Goeie vraag. Laat allemaal achter in de comments wat ik nog aan zou kunnen aanpassen. En ja, Jordi, als je dit ziet, niks persoonlijk.